Goedemorgen. Zie je hoe laat het is? Het zijn toch geen tijden? Het is carnaval. Het is weer carnaval. Lal, 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 lal. En een verwaande tennisbal. Lal, 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 lal. Omdat het dan pas echt gezellig wordt. Oh, nou dan. Goedemorgen. Ik ben nog niet wakker. Ik ben nog niet wakker, maar loop op de laaie hoek. Soms denk ik, dan ben je echt koek koek. Nou, ik ga die kant op. Nou, denkt Theo dat we voor hem komen, maar we komen eigenlijk voor Willem. Nee, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Mogen we, we durven het bijna niet te vragen, maar ten eerste, ik denk dat jullie vanaf nu last hebben met de buren, want het duurde zo lang dat heel de buurt nog wakker is, behalve jullie. Maar wij zouden eigenlijk, mogen wij even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Goed zo. En ik durf het bijna niet te vragen, maar Theo. Ja.
Hier staat voor u het Karendomskapelke Daaskruis. Hij kent ze zeker ervan. En één keer per jaar reiken zij het inzak- en askruis uit. En dat doen we eigenlijk aan iemand die we een beetje zielig vinden. Die een steuntje in de rug nodig heeft. Ik voel hem aankomen. Een arm op de schouder of een knuffel. En vanwege het feit dat jij daar zoveel jaren afscheid hebt genomen van de Karsenweldag. En het Karendomskapelke eigenlijk denkt bij zichzelf van, wat gaat die mens in godsnaam met zijn vrije tijd doen? Vinden wij dat jij dat hart onder de riem verdient. Even overigens als jouw voorganger Jan Melis. En ik kan me herinneren, daar was niet iedereen bij, maar Dick en ik in ieder geval wel. En Ad. En Ad. En dat was een puinhoop hoor, toen wij daar weggingen. Maar zo doen we dat niet meer tegenwoordig. Maar Walter Alter zit er niet meer bij. We zijn heel netjes. We zijn heel netjes tegenwoordig. Ja, want dat scheelt. We hebben voor jou een oorkonde, die ga ik plechtig voorlezen. In het jaar 2024 is het in zak- en askruis op zaterdag 10 februari in alle vroegte uitgereikt aan Theo Poortvliet, voormalig Kaarsendweldagvoorzitter, die zich vertwijfelt en in zak en as afvraagt of het wellicht toch beter was geweest in deze door klimaatverandering geteisterde tijden in het natte voorjaar 2 dweldagen te organiseren. Ik lees u het askruis van Jan Engelman. Helemaal af. Het askruis. Hier is mijn voorhoofd, maak het grauw. Gij zijt nabij, o dood, o kou. Gij die mij kent en kennen zal in het allerlaatste carnaval. En neem mijn masker, het is te vuil, als met mij aflaat in die kuil. Met smalle handen, wit gezicht en afsluit van het winterlicht. Eens wordt weer alles zo het was. Het ranke lijf een handvol as en op mijn leden staat een kind te zingen in de voorjaarswind. Het wordt nog onderschreven ook. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En laat dit nou een van jouw laatste weet ik jullie hoeveel dit weegt? Geen idee. En hoe lang dat ik daar nou al mee in mijn handen sta? Geen idee, ja. Max, onze Max, die maakt altijd een uiterlijk kenmerk van het inzak- en askruis. En die heeft ook dit keer weer een fantastisch werk gemaakt. Ze zijn ieder jaar anders. Waardoor dat je een uniek kunstobject hebt, wat ik denk dat hier best wel zou kunnen staan. Ja. Toch? Vinden jullie dit een plekje, jongens? Ja, ja. Mooi. Ja, ja. Maar dan ga ik het eerst aan jou overhandigen. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Als je inderdaad. Ja. En dan kan ik aan nu alleen nog maar zeggen, het is aan de laureaat om te reageren. Oh, ja. 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 Hij bent de laureaat niet. Ik ben behoorlijk verrast. Ik laag op één oor en ik zei het er straks, je schrikt gelijk, ik hoor de muziek. Trouwens, ik dacht hier dat zondags deed. Nee, ik ben blij verrast. Ik vind het super geweldig leuk dat jullie dit doen. Nou. Ja, ik vind het geweldig. Top.
Kan ze wel hoor, dat kan ze wel, de mannen. Hè? En dat doe ik deze heren vanochtend, maar ja. Jawel, ja. Ja. Dus bij Theo Poort vind ik het hartstikke gezellig. Met z'n allen lekker eikens en een broodje. En dan gaan we weer door naar de mis. Het levenslicht. Een eer en een hoge verwachting. Het is wat als je het grootste en mooiste feest van Kaaiendonk mag gaan organiseren. Waar begin jij te gaan? Maar goed gemutst, vol goede zin en samen met het Kaaiendonkse volk zijn we aan de slag gegaan. En met een beetje zegen van boven.
Nou, in 2020 kwam de zegen niet van boven, maar horizontaal. Koud, regen en heel veel wind. Overal vandaan. Beraad, vergaderen en ja hoor, de eerste echte grote activiteit staat op wankelen. Lastig jij als eerste voorzitter in 65 jaar de optocht echt af? Dat kan toch niet? En zo geschieden. De grote optocht wordt voor de eerste keer in 65 jaar afgelast. En dan? Dan komt er toch een beetje zegen van boven. Je mag meedoen hoor, is net gezegd. Er zit me niet in. Kaaien Donk staat op. Ferm waren de woorden die een optocht gaat door. We laten ons niet kisten door een beetje regen en wind. En zo geschieden. Een niet en toch weer wel georganiseerde optocht van het volk, door het volk, voor het volk. En zo zie je, de ene zegen bracht een andere zegen. En zo komt het toch weer goed met een beetje zegen van boven. Met zoveel zegen van boven en vol goede moed op naar onze vervangende datum. Op naar 15 maart 2020. Eén telefoontje van onze burgervader. En ook die optocht ging niet door. De tweede optocht in 65 jaar Kaaien Donk afgelast. En waarom toch, hè? Corona dronken we hier toch echt al een hele tijd. En toch werd onze wereld steeds kleiner. 2021, ik kan er kort over zijn. We hadden wel, maar ook weer geen optocht. Er was een optocht van het volk en er was een optocht voor 66 jaar carnaval en Kaaien Donk. Wat toen ontbrak, was alle zegen van boven. 2021 zag er niet goed uit. Toch? Februari 22. In Den Haag waren ze net op tijd wakker. Zul je de geest, wij een geweldig feest. Schitterend weer en minus op een echte platte kar. Zo zien we maar wat er kan als er een beetje meer zegen komt van boven. Pinksteren was apart, nooit eerder vertoond. Op zaterdag met zonnebrand en dachten we wat een zegen. Maar de andere dagen kwam de zegen met bakken van boven. Dat alles heeft er dus voor gezorgd dat er in 3 jaar tijd 5 echte optochten hadden kunnen zijn en er maar 1 is doorgegaan. Boodschap voor alle toekomstige voorzitters, probeer me dat alsjeblieft niet na te doen. En met de carnavalszegen kwam gelukkig ook weer de leut terug. En waar de zegen komt van boven, komt de leut van onder. Want als we teruggaan in de tijd, volgens onze geschiedschrijver Peter van Geels terug naar 1883, is destijds de leut, met een hoofdletter L, bij de Sint-Jan uit de grond gekropen. En in de tijd der jaren is dit een gezonde voedingsbodem gebleken voor Wastrout, oftewel Kaaien Donk. Dus in 1883 al de zegen van boven en de leut voor de eerste keer uit de grond, dus van onderen. En zonder nou het verhaal van de leut van bombast uit de doeken te doen, onze leut is er en gaat nooit. Sinds 1883 heeft dus de Kaaien Donker over het algemeen meer leut dan de rest van de wereld. En het maakt niet uit of je nou hier geboren en getogen bent of dat je hier pas net woont. Kaaien Donk is gezegend met de leut, een heldere geest en een ferme hartslag. Dat gevoel, die roep om vrolijkheid, dat pakt ons allemaal. Kaaien Donk, dat is alles. Alles met de zegen van boven en de leut van onder. 2023, minus 15 treedt aan. Minus een baken in de Kaaien Donkse samenleving in het doorgeven van leut en saamhorigheid. En minus 15 doet hij nog een schepje bovenop. Zo sprak hij in het gemeentehuis lang. Met maar 2 wijze woorden. De paplepel.
Minus was, voordat hij Minus was, geregeld thuis met de paplepel in aanraking gekomen. En wat is hem hier nu het meest van bijgebleven? Wat je het kunt doorgeven. Doorgeven zodat alle Kaaiendonkse kroost proeft, ervaart en leert dat leut, saamhorigheid, juist met deze dagen meer dan vanzelfsprekend is. Dat je elkaar helpt en er samen op uitgaat in de mooiste stad van de wereld. Die een paplepel, dat zijn de gulli. Want onthoud, ons Kaaiendonkse voedingsbodem is uniek in de wereld. Die vinden nergens. Onze leut is groots, sterk en laat ons nimmer in de steek. En dat alles met de zegen van boven en de leut van onder. Al met al is carnaval in Kaaiendonk levendiger en mooier dan ooit. Het groeit en het blijft groeien als jullie, groeivolk van Kaaiendonk, uw eigen paplepel doorgeeft aan een ieder die hier geboren gaat worden, die hier opgroeit en die hier komt wonen. Maak ze onderdeel van ons prachtige Kaaiendonk. 5 jaar, soms roerig, maar vooral mooi, vol en met jullie gulle lach mocht ik uw voorzitter zijn. Voorzitter van ons mooiste feest, wat groeit en dat doet ons allemaal goed. 5 jaar, het is en was een grote eer. En als je dadelijk naar buiten gaat met de zegen van boven en je komt op de macht, kijkt even naar, dan voelt het in uw hart, in uw buik, dan voelt het de leut. De leut komt van hier, de leut komt van onderen. Namens de Hofcapella Catharina van harte welkom. Maar nu moet ik u ook aan het werk, want we gaan een liedje zingen waar u de tekst van gekregen hebt. En het refreintje, dan maar ermee zingen. Maar het is heel makkelijk. Ons Kaaiendonk mee carnaval, daar hoorde niemand zeuren. Leut het alle kleuren, zit Jan op het zijn deur. Ons Kaaiendonk mee carnaval, daar gaat het weer gebeuren. Hoe hard daar open deuren, waar liefde wonen. Ja, ik sta ook voor de klas in het dagelijks leven, ik zou zeggen een 6,5. Nou gaan we voor de 8. En ons Kaaiendonk mee carnaval, daar hoorde niemand zeuren. Daar gaan we iets moois van maken.
moment van bezinning, te midden van al die dwaze dagen, wij gaan het er samen weer op maken. Leut et alle kleuren, dat past helemaal in onze kerkelijke straat. Wist u dat de kleurrijke regenboog ook een zichtbaar teken is van Gods verbond met ons mensen? Dat geluid, dat blijft altijd een dingetje hier, hè? Dat is gewoon altijd hetzelfde. Dat is helemaal niet erg. Kerk en techniek. Ja. Hé, maar meneer pastoor, is dat wel zo? Want wij hebben het even goed te pakken gehad afgelopen week. En wij hebben wel een hele andere associatie nu met alle kleuren. ook met leuk trouwens, hoor. Dat was ook wel een lastige afgelopen week. Maar Gods verbond, als we heel eerlijk zijn, denken wij bij alle kleuren en bij de regenboog vooral aan inclusiviteit. Maar dat is ook helemaal waar. Iedereen is hier van harte welkom. En dat is juist ook het mooie van ons geloof. Het is goed zoals je bent. Het is uitstekend hoe je hier bent. En iedereen mag er zijn zoals hij of zij is. Altijd kostbaar in de Gods ogen. We zijn immers door hem van boven gewenst en gewild. Ah, dat is heel fijn om te horen, meneer de pastoor. Maar eigenlijk, dat moet heel eerlijk zijn, dat wisten wij al. Hè? Want dat hebben we al een paar keer mogen ervaren. Want sinds uw komst hier, en dat viel ongeveer samen met onze komst hier ook, zijn we ieder jaar op 11-11 echt grandioos door u ontvangen. En dit jaar was dat helemaal speciaal. Dat was een bijzondere. Want u had zelfs uw hele eigen hofkapel geregeld. Tja, als u niet komt met de hofkapel. Ha. Bij deze zijn we erbij volgend jaar? Ja, geregeld. Ja, dan moet ik het zelf regelen natuurlijk. Nee, maar die nemen we gewoon mee dit jaar. Als u zorgt voor een paar kratten bier extra, dan weten we zeker dat... Ja, hier, kijk, dat komt helemaal goed. Nou, ik weet wel raad met dorstige mensen. Als je zelf uit de dorst komt, dan gaat het helemaal goed komen. Maak jullie maar geen zorgen. Ik had nog iets leuks gegeven, hè? Weet u het nog? U heeft iets heel moois gegeven, ja. Een cadeau uit de speelgoedwinkel. Ja, klopt, hè? Ja, ja, klopt, ja. Daar gaan we altijd goed mee, dat klopt. Ja, ja, ik dacht, laat ik eens een mooi cadeau geven aan zijn ontzettende hoogheid, de Ark van Noach. Hij was heel kleurrijk, al die beestjes, de olifanten, de giraffen, de leeuwen die erbij waren. Want inderdaad, Noach werd uitgenodigd om een grote ark te bouwen en voerde de dieren allemaal met hem mee, twee aan twee. En toen kwam die grote overstroming. En daar kreeg God van boven heel veel spijt van. Hij zegt, dit zal nooit meer gebeuren. En toen zette hij die regenboog aan de hemel als teken. Weet goed, ik zorg voor jullie en ik wil ook zorgen dat het goed met jullie gaat. Die regenboog, hè? Dat vinden wij nou wel een interessante, meneer de pastoor. Want wat betekent dat nou volgens u? En waar wij eigenlijk vooral, wij, maar waarschijnlijk jullie ook met z'n allen, maar carnaval, dat kost tegenwoordig een hoop euro's, waar wij met z'n allen heel erg benieuwd naar zijn, waar kunnen we die pot goud altijd nou vinden, hè? Ja, dat dacht ik al. De regenboog en de pot met goud. Kijk, die regenboog, de kerk zou de kerk niet zijn als er natuurlijk ook een mooie Latijnse naam heeft. De Arcus Pluvius. Misschien wist u het al, maar ik moest het ook even opzoeken, hoor. Ik geef het eerlijk toe. Maar het bijzondere van die regenboog is, je ziet hem als het regent en de zon schijnt. En wat ook zo bijzonder is, je kunt er nooit aan geraken. Niet aan het begin en niet aan het einde. Hoe hard of hoe lang je ook loopt. De betekenis van de regenboog is legio. Hoop, een teken van hoop, van liefde, van verlichting, van leven, van feest, van harmonie. En ga zo maar door. De regenboog, zou je kunnen zeggen, laat zien dat er altijd een verbinding mogelijk is van boven met beneden. Tussen de hemel en de
de verbinding met onze bankrekening, die pot goud? Ja, dat moet ik jullie toch teleurstellen. Die pot met goud, dat komt vanuit een Ierse mythe, een folklore. En dat gaat over een kabouter, Leprechaun. Ik weet niet of u die kabouter kent. Hij heeft een groen pakje aan met een klaver in zijn hand. En hij draagt ook nog de regenboog in zijn handen. En hij heeft een rode baard. Nou, begint u een beetje te brabbelen, meneer de pastoor. Nou, het heeft u vanochtend genoeg van die andere kabouter gezien die wij hier met z'n allen kennen, waarschijnlijk. Hoe heet die ook alweer? La Chouf, is dat toch? La Chouf? Nou, La Chouf is inderdaad een heerlijk kabouterbiertje. Maar ik geef toch de voorkeur. U zult het verwachten aan een echte trappist. En dat is dan Chimay. Blauw. En wij als cadeau voor volgend jaar ook alweer. Zomaar bedacht in deze hier. Nee, dus ik moet u te lang teleurstellen over die pot met goud. Want die kabouter die zei: ik plaats die pot met goud aan het einde van de regenboog. En zoals ik net heb verteld, je kunt er eigenlijk niet kopen. Hoe hard je ook loopt, of hoe lang je ook loopt, je zult het nooit bereiken. Dus hij had een hele goede verstopte plaats voor die pot van goud. Dus sorry. Dan blijven zoeken, maar het zal u geen euro meer opleveren. Dat is lekker dan. Ja, daar hadden we niet helemaal verwacht deze. Hey. Maar ja, het gaat natuurlijk ook niet alleen maar om de euro's. Hè. We zitten hier in een prachtig gebouw en ik zal u zo dadelijk daar ook nog wel even op schooien. Dat moet u ook wel eerlijk bekennen. Maar het gaat natuurlijk veel meer om een innerlijke reis die we samen mogen maken. En wist u dat de Grieken die regenboog al zagen als een reismiddel naar het eeuwige leven ook toe, een brug om naar ten boven te komen. Het gaat er eigenlijk om dat we samen in een andere realiteit komen. Kijk, en daar vinden we elkaar dan weer wel, want dan lukt het ons hier over het algemeen elkaar nog vrij goed. Hè? En in hogere sferen komen, dan bied je de boel laten, veel plezier maken met z'n allen, een klein of een groot bolletje. En dan morgen lekker nog eens over doen, met z'n allen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want leut het alle kleuren en het is ook goed dat we samen kunnen vieren. Wij hebben immers toch ook een vreugdevol geloof. Kleuren van de regenboog, die zorgen er eigenlijk ook voor dat we meer mens worden. Want wist u hoeveel kleuren dat die regenboog heeft? Alle kleuren? Nou, uiteindelijk worden alle kleuren verzameld en eindigt het in het wit licht. Maar het zijn zeven kleuren. De zeven kleuren van de regenboog. Ja, en dat is een proces waarin je kunt komen naar je innerlijke burcht. Het is geweldig. De trappen naar binnen toe. Een reis die we naar binnen mogen maken via dat verwacht achter die regenboog. En zo bereiden we ons met carnaval ook voor op die andere realiteit. En die beginnen we dan met een groot feest. En daarna met de vaste tijd. De vaste tijd, zegt u? Ja. Nee, meneer pastoor. Nou begint u ons een beetje te ontstijgen, een beetje te brabbelen. Volgens mij heeft u vanochtend wel een beetje te veel aan de neut gezeten. Want daar zitten die mensen hier al onze sprongen echt niet op te wachten, hoor, die vaste tijd. Ja, dat kan. En dat mag iedereen ook voor zichzelf weten. Want dat is gelukkig ook een eigen keuze. Maar ik wil wel zeggen dat jullie hier allemaal van harte welkom zijn. Iedereen is welkom. Als woensdag om 7 uur in de avond, be my guest, van harte welkom. En de askruizen, die verwacht ik sowieso. Oh? Ja? We zullen zien. We zien nog niet direct heel veel enthousiasme, maar we gaan het zien. Nee, het gaat erom om te laten zien en te zeggen, iedereen is hier welkom. Onze kerk is veelzijdig en veelkleurig. Met veel talenten, met roepingen en charisma's. En daarvan delen we heel graag uit, met name aan de kwetsbare mensen. Dat is mooi. En daar gaan we samen voor zorgen. Want, dat hadden we net ook al. Nee, we gaan hem gewoon even hoog. Leut, dat is echt waar mensen. Leut, het alle kleuren. Laten we het samen vooral doen. Amen, want zo is het. Er is een collecte.
En die gaat met QR-codes. De QR-code kunt u vinden in uw beeldscherm. En ik heb geen idee aan welke kant van het scherm ze staan. Open de telefoon. Doe daar met de app, niet met de app natuurlijk, met de foto. Met de camera. Maak daar een foto van. Ga er naartoe. En dan heb je de QR-code gescand. Waar zijn ze voor? De eerste is voor de carnavalsmis. De tweede QR-code die je kan scannen en geld aan kan doneren is voor het goede doel. Het goede doel is de vinder. Deze staat voor de minder bedeelden om de kinderen en de gezinnen een goede vakantie te bezorgen. Nou, ik zou zeggen, loop, zing, dans of geef de telefoon even aan je buurtgenoot. Ga naar de tv, scan met de camera de QR-code en doneer voor alle goede doelen die we hebben op dit moment. Oh, ik hoor net dat hij rechtsonder in beeld staat. Dat is voor mij is dat links, maar voor jullie is dat rechts. De QR-code. Doe je best. Telefoon erbij. Alleen een telefoon met camera werkt natuurlijk. En doneer. 1 voor de carnavalsmis. En 2 voor het goede doel. Vinder. Voor de minder bedeelden om ze op vakantie te sturen. Ja, super. Ja. Geweldig. Ik heb een vraag. Ben je ook van de regenboog of niet? Van de regenboog? Ja. Diversiteit? Uiteraard. Iedereen moet doen wat hij zelf wil. En leut uit alle kleuren. Leut uit alle kleuren, dat sowieso. Wat gaan we nog meer doen vandaag? Ik denk straks even naar het gemeentehuis. Ja. Om toch even een pintje te drinken. En ja, de intocht natuurlijk, hè. En de rest van de dag zien we wel. En dan hopen we dat het droog blijft, want net regent het. Ja, nou, ja. Maakt niet uit, hè. Oké, je hebt er een... ook wel nat, dus van buiten maakt binnen nat, van buiten nat, overal nat. Eens even kijken, wat hebben we hier zitten? Dag dame, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Alles goed? Ja, zeker. Met jou? Ja, met mij prima. Nou. Ja, we zijn er weer helemaal klaar voor. Nou, zeker. Vooral na zo'n start deze ochtend. Ja, hè? Lekker hè zo, en zit het altijd weer vol. Altijd weer vol, onwijs leuke, gezellige mensen, goede pastoor. Ben je nou gisteren en eergisteren ook uit geweest al of niet? Nee, nog niet. Nee, we beginnen in de kerk hè. En dan, een beetje fit en daarna gaan we door. Dan gaan we los. Goed zo. Bent u van de regenboog? Zeker, alle kleuren. Alle kleuren, hartstikke. Wat is je lievelingskleur? Paars. Paars. Oh kijk, je krijgt geld aangeboden. Oh nee. Ja, heb je hem nou net gemist. We zijn ook een van de partijen. Hoeveel jaar zitten jullie nou al op de voorste rij? Nou, 50 jaar bijna. 50 jaar. Ook op zondag? Ook op zondag. Ook op zondag. Nee, bij de mis hebben we de laatste 4 jaar pas, want worden we weer in Oosterhout. Ja, nou, welkom. Maar al die jaren dat we er niet waren, waren we wel zondags bij de optocht natuurlijk. Ja. Gaat goed hè, Kai en Donk? Heel goed. Top, top. Het bed valt er vanaf. Ja, nou in de kleuren, hè. In het jaar 2024 wordt voor de 47ste keer in de geschiedenis van Kaai en Donk een grootste kaai benoemd. De opdracht aan de commissie is tweeledig. Zoek naar een kandidaat die in Oosterhout algemeen bekend is. En vervolgens zoek naar een kandidaat die bijzondere verdiensten heeft voor Oosterhout in brede zin. Waarbij is aangetekend
dat deze verdiensten niet per se gericht hoeven te zijn op de carnavalsviering. Wel nu, in het tweede regeringsjaar van minus 15 brandt meer dan ooit de vraag op ieders lippen: wie, oh wie? Dit jaar gaat het om een oeuvreprijs voor een paar apart, dat een niet geringe bijdrage levert en heeft geleverd aan tal van culturele en maatschappelijke instellingen en verenigingen in Oosterhout. Bekende gezichten dus, vaak onopvallend, niet altijd in de schijnwerpers, zich altijd vooral in dienst stellend van, voor hen wil de commissie als grote waardering de rood-groene loper uitrollen. Zij was leerkracht en vrijwilliger op basisschool De Wissel. Hij was bestuurslid van het Moesje Frenke College en stadsgids bij de VVV. Zij was onder meer betrokken bij Vrienden van de Schelleboom, de Open Monumentendag, de VVV en vrijwilliger bij de Stichting Ludens. Hij zette zich onder meer in voor de Stichting Behoud Basiliek Sint-Jan, Stichting Begraafplaatsen Oosterhout, Speelgoedmuseum op Stelten en de Monumentencommissie Oosterhout. Samen zijn zij bestuurlijk uitvoerend verantwoordelijk voor een van de mooiste stukjes van Oosterhout. Dat wordt opengesteld voor het grote publiek en waar tal van tentoonstellingen, concerten en bijzondere bijeenkomsten plaatsvinden. Stadstuin De Schelp. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kortom, de commissie selectie en voordracht Grootste Kaai heeft na zorgvuldig toetsingsberaad geconcludeerd dat de curriculum vitae van Annemiek de Jong en Rien van Oort uit Oosterhout ruimschoots voldoen aan deze criteria. Daar staan jullie dan, geplukt vanaf de markt. Dus het duurde allemaal even net wat langer. Maar jullie zijn gevonden. En niet zomaar, maar we gaan iets heel belangrijks doen natuurlijk. Ja, we gaan hem officieel gaan we jullie huldigen. Wij gaan dan alvast onze klopjes aan doen. Want als wij onze klopjes aan doen, ja, dan komen de officiële momentjes altijd pas. Het beste, bijna beste, want het beste geheim van, bewaarde geheim van Kaai ook, dat zijn wij natuurlijk altijd, maar het, daarna het beste bewaarde geheim van Kaai ook, dat zijn onze grootste Kaaien. Hebben jullie net al een beetje geluisterd naar wat onze voorzitter allemaal, ja dat was prachtig hè, ja er zit zoveel jaren op allerlei manieren een bijdrage aan het ontzettend fijn maken van Oosterhout en Kaaiendonk. Niet alleen het carnaval, zeker niet, maar juist ook op heel veel andere gebieden. En daarom, zullen we die andere microfoon pakken? Want ik heb het idee dat het een beetje krak. Iets verder weg, steeds beter, zo. Maar zijn we achterin te horen nu? Ja, dan gaan we het zo proberen. Zijn jullie er klaar voor? Ja, zeker weten. Wij, minus de 15e, bij de gratie der zotheid, prins van Kaaiendonk, ridder van het Nessek, beschermer de Strijdse bouwvallen en derzelf onbeboomde bossen en door het water lopen. Hebben goed gevonden en de gereserveerd Rien van Noord en Annemiek de Jong te benoemen tot ridders in de orde van de grootste Kaai. Wegens verdiensten het geslacht der Minussen bewezen.
hun worden toegestaan die hieraan verbonden versierselen te dragen en de verplicht onvolprezen wijsheid in dienst te blijven stellen van de prins in het Rijk der Smulmarren. Gegeven te Winterpaleizen, Kaai en Donk, 10 februari 2024. Stabiele gezondheid naar lichaam en naar geest. En aan alle die zich inspannen om carnaval tot een feest te maken voor iedereen. Om veel bezieling en energie, om voldoening en blije gezichten van jong en oud. Een kleurrijke carnaval. God heeft ook alle kleuren. Leut het alle kleuren. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En gaan we dan heen in de vreugde en in de vrede van de Heer. Ik wens u allen een leutige carnaval toe en we zeggen tot ziens. Annemiek, grootste kaai 2024. Eerste reactie. Overweldigend, verbluft. Verrast. Maar je weet waarom, hè? Ja, ik heb het begrepen. Volgens mij kun je het ook allemaal nog teruglezen. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Jij ook gefeliciteerd, grootste kaai 2024. Dankjewel. Dankjewel. Voor alles wat jullie gedaan hebben. Nou ja, dat valt toch wel mee. Is heel veel en het is genoeg. Goed, jullie moeten echt nog even bijkomen. Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, sluit je aan bij de rest van de kaaien. Het hunebed zit je nou in, hè? Ja. Veel plezier. Goedemiddag. Hallo. Zin in? Zeker. Heel veel. We gaan los. Parkeerplaats voor mijn bezem. Dat is een goed begin van de dag. Nou ja, we zijn halverwege natuurlijk. Iedereen staat al klaar. We gaan naar de sleuteloverdracht. Hoe belangrijk is die voor ons Kaaiendonk met aanvang van de carnaval? Want zonder sleutel is de prins geen baas, hè? Dat snappen we wel. Kijk joh, ze staan daar al. Iedereen staat klaar om richting Kaaienstein te gaan. Of Kaaistein, nog mooier. En er staat er nog een heleboel tekst onder. Jij staat goed, die pak ik dadelijk weer op. En we gaan dus eventjes de trein in. Perron 9¾. Ja hoor, daar staan ze dan. Zijn jullie van Gryffindor? Nee, dacht het niet. Niet van Gryffindor. Jullie zijn van... Wij zijn van Gryffindor, ja. Jullie zijn, dat waren de goeie, toch, of niet? Ik heb geen flauw idee. Oh, het is gelijk druk. We worden heel... Speltje. Mooi speltje. Er staat iets op. 28-24. Nou, leuk jaar. Daar komen we nog wel aan toe ooit. Zo. Herbert. De kaarsjes zijn al aan. De hal is al verlicht.
Er komt op het podium al rook. Dat is ook altijd wel leuk. Moet natuurlijk allemaal een beetje spookachtig, gevaarlijk, magisch mooi zijn. Welkom allemaal hier in onze hal, waar wij, als het goed is, en fijn dat u weer bent, ontzettend hoogheid. Goed u weer te zien. Jawel, we hebben weer een lied bedacht. Maar ja, dat kan niet als we niet compleet zijn. Als terwijl ook mijn collega's allemaal deze kant op willen komen. Nou, mijn collega's willen pakken aan wat meedoen aan de X. Nou, daar gaan we. Mijn toverbal is groen. En moet ik er nou mee doen? Mijn toverbal is groen. Met het overbal is bruin. En dan slaat hij naar Ajuin. Met het overbal is bruin. Met het overbal is wit. Weet jij nou hoe dat zit? Met het overbal is paars. Was dat toch nog voor gaars? Met het overbal is raars. Zijn ontzettend hoogheid, prins Minos de 15e van Kaaiendonk. Zijn hoog eerbiedwaardig gewolg. Edelachtbare dames en heren wethouders. Nee, heren wethouders. Zo moet het zijn. Achtbare dames en heren raadsleden en ambtenaren hier aanwezig. Smilnarren en smilnarinnen. Snotnarkes en snotnarinnen. En ander goeie volk hier aanwezig. Via de ORTS aan de radio gekluisterd. Allereerst wil ik een heel groot applaus voor Rien van Noord en Annemieke de Jong, omdat ze beide de grootste kaai zijn geworden. En nou voel ik mijn telefoon gaan, dus die moet ik heel even pakken. Het zou Arjan Kleijsen natuurlijk kunnen zijn. Want ja, Arjan Kleijsen die belt mij deze dagen regelmatig. Hij moet natuurlijk kijken of alles veilig is, Casper. En nou ja, goed, en dat probeert hij zo goed mogelijk te doen. Soms ja, ziet er dat wat mooier uit dan andere keren. Maar ik denk als ik hem nu oppak, dat het mooi zou zijn als jullie hem allemaal een keer een groot applaus geven. Dat kan harder. Heb je dat gehoord, Arjan? Maar... Maar wat doe jij nou aan de telefoon? Ik dacht dat Arjan Kleijsen was. Een mooi applaus, ja zeker voor Arjan, man. Voor Arjan. Ja. Nee, dat vind je niet vervelend, hè? Nee. Doe ook maar een applausje voor ons moeder, jongens. Hey mama, ik heb heel weinig tijd. Ik sta hier in een zaal vol met mensen en ik moet echt door. Oh, daar zie ik hij. Ook hij kijkt naar de webcast. Van, ja. En dat doe ik samen met onze Tom, onze Harry en onze Ad. Oh, leuk. Niet leuk? Waarom niet leuk? Gij denkt dat ik jouw tafelkleed aan heb. Ja, maar dat is toch helemaal niet zo? En ons tafelzilver? Nee, maar natuurlijk niet. Natuurlijk heb ik dat niet aan. Maar, ik weet dat je Christel hoog inschat. Maar dat Christel van jouw tafelkleed zo'n mooie robe kan maken, dat denk ik echt niet, ma. Dat denk ik echt niet. En dat tafelzilver, ma, die drie kleine lepeltjes van Tante Sien uit Lourdes, daar kun je toch niet zo'n mooie ketting van maken, hè. Dat weet ik toch wel, hè, ma. Ja. Maar ik moet nou echt gaan leggen, joh. Ja. Nee. Hè? Dat ik grijs geworden ben. Ja, ma, dan leg ik nog wel een keer uit, ja? Oké. Okay. Hé, hey ma, houden we.
Houdoe. Een schat, hè? Dan belt ze me gewoon op. Ja, goed. Kijk, grijs geworden, daar heeft ze natuurlijk wel een beetje gelijk in. He, en nou ja, dat ik hier zo voor jullie sta, dat is natuurlijk ook wel helder. Want ik sta hier voor jullie en jullie zullen wel denken, he, precies hetzelfde als moeder, dat ik een tafelkleed aan heb. En dat ik misschien ook een Sinterklaas wil spelen. Maar ja, voor Sinterklaas spelen, jongens, daar heb ik het hoofddeksel niet voor op. He. Dat zien jullie toch ook allemaal wel, hè? En als er één man Sinterklaas mag spelen in deze gemeente, dan is het natuurlijk de wethouder Financiën. En is die hier aanwezig? Nee, die is bijna. Oh, wat jammer, die is er vandaag niet. Want ik wou tegen hem zeggen, Sinterklaas bestaat en daar staat hij. Maar ja, goed, als hij er niet is, dan kan ik dat natuurlijk ook niet doen. En grijs geworden, dames en heren, daar heb ik ook wel een verklaring voor. Als ik zo eens rondkijk hier en ik kijk naar dit hier achter me, dan zou het best kunnen dat dat de reden is dat ik dit jaar grijs geworden ben. Of niet? Ik zie Clemens lachen. Nee hoor, het ligt niet aan jullie. Het ligt helemaal niet aan jullie. Een jaar geleden, dames en heren, werd bij ons al duidelijk dat de financiële situatie een stuk minder zou zijn de komende jaren. Ja, en bij sommige politici, die verbazen zich erover en die weten dat nu net pas. Maar wij weten dat al gewoon hele, hele lange tijd. Goed, dames en heren. Dit jaar hebben we het motto, leut het alle kleuren. En ja, dat leut alle kleuren heeft, ja, dat is eigenlijk, ja, ik vind het eigenlijk, mag ik het heel eerlijk zijn? Als er een Nederlands kampioenschap is, open deuren intrappen, hè, dan, ja, dan moet ik toch wel echt een aantal mensen van de OCS daarvoor nomineren, want leut het alle kleuren, jongens. Ah, kom nou toch, kom nou toch. Als je heel serieus bent, en chef die helpt me al een beetje, die is altijd serieus. Dan weet je natuurlijk ook wel met z'n allen, dat als je het over carnaval hebt, dan heb je het eigenlijk over het grootste massaparticipatietraject hier in Oosterhout. En dat heeft natuurlijk alle kleuren, want allereerst ziet het hier vandaag rood en groen. Als de carnavalsvierders naar carnaval kijken, dan moeten we constateren met elkaar dat carnaval voor ons ook echt, en daar ben ik mijn speltjes kwijt, chef. Ja, die heb ik ook vast. Ook echt alle kleuren heeft, maar vooral met een roze bril bekeken wordt. Hoppakee. Met enige afgunst worden carnavalisten er wel eens van beticht dat ze gedurende de komende 4 dagen een bruin leven leiden. Dat is volgens mij ook zo. Wie carnaval viert tot dinsdag 12 uur en dat weet vol te houden, zal op enig moment, dames en heren, ook zwarte sneeuw zien. Dat verschijnsel kennen we waarschijnlijk allemaal. En op de markt ziet het dan ook zwart van het volk. Als er iets is wat vooral voor carnaval niet moet doen, dan is het je groen en geel ergeren. Dat zijn dingen, dat komt bij carnaval gewoon helemaal niet te kijken. Casper, nee, ja, zeker niet. Hè. Ook niet als je sommige dingen ziet, je moet jezelf eigenlijk nooit ergeren. En paashoren van woede, dat moeten we sowieso niet doen met carnaval. Daar is er veel te mooi feest voor. En hoewel leut alle kleuren heeft, dames en heren, en ik zeg het als burgemeester niet graag, ja, zijn er toch een aantal die ik wel moet uitsluiten. Een burgemeester doet dat niet snel. Maar die grijze muizen, die horen er volgens mij met carnaval niet zo heel erg bij. Dus die moeten nog iets aan zichzelf kan doen. En dan nog een laatste, jongens. Ik tik deze even aan. Ik tik die even. Deze tik ik trouwens ook aan. Dan weten we ook, hè, dat we met carnaval, als we het over kleuren hebben, met carnaval, en dat geldt niet alleen voor de jongens hier, maar ook voor de meisjes, allemaal wel eens een blauwtje gelopen hebben natuurlijk. Hè? Dus kleur is volop aanwezig bij carnaval. Ja, hoogheid. Wacht, ik moet heel even kijken, jongens, want het gaat toch snel met mijn papieren. Jullie kennen dat van mij, hè? Ja. Even kijken, 2, 3. Ja, het gaat goed, het gaat goed. Kortom, leuk uit alle kleuren. Graag aanwezigen. Ik weet niet of het ook het geval is, maar bij mij dringt zich altijd de vergelijking op met een toverbal. Een toverbal heeft namelijk ook alle kleuren. Maar een toverbal heeft, net als onze carnaval, ook een zeer, een soort gelaagdheid, om het zo maar even te zeggen. Hoe meer je ervan consumeert, en ook van carnaval, hoe complexer het allemaal wordt. En hoe dieper dat je eigenlijk tot de kern komt. En dat het na een dag voor sommigen al complex is, dat zie ik aan sommige witte gezichtjes hier aanwezig ook wel. Dus dat kunnen we ook concluderen met carnaval. En uiteindelijk, als we ons heel, heel goed ons best hebben gedaan, en je hebt al die kleuren geconsumeerd en dat carnaval geconsumeerd, dan is het in één keer op. Helemaal op. En dan staan we om 12 uur, dinsdag, met lege handen op de markt.
maar wel met een heel goed gevoel, waarmee we de komende 12,5 maand weer vooruit kunnen naar het volgende Leutfeest. En dat is volgens mij ook heel erg belangrijk. Ontzettende hoogheid. Daarom leek het mij ook heel erg leuk, en ik weet niet of chef hem nog aan gaat reiken. Ik heb er namelijk voor gezorgd dat onze medewerkers voor mij, en ik vond het maar niet, dat onze medewerkers voor mij het internet afgezocht hebben naar een hele grote toverbal. En die is natuurlijk voor u, die krijgt u van mij. En ik wil u waarschuwen. Lik er lekker aan. Ja, ja. Maar zorg dat je niet te snel bij de kern bent. Want ik heb begrepen dat je het gewoon nog een tijdje vol moet houden hier. En dat iedereen dat ook heel graag wil. Maar vooral deze carnaval, die voor u toch al een beetje slechter begonnen is omdat u ziek was, heb ik begrepen. Gaan we dat aan u overhandigen. En ik hoop dat u daarmee ook een mooie carnaval kunt consumeren. Dames en heren, voor de prins. Dames en heren, sorry dat ik even mijn tong uitstak. Het was niet naar de prins natuurlijk, maar naar de toverbal. Zo moeten we het ook wel zien. Ontzettend hoogheid, geachte aanwezigen, nu er zo gekleurd op staan, kunnen we tot de kern van de zaak komen, want daar gaat het hier natuurlijk over. Als het goed is, weet u sinds de sleuteloverdracht van vorig jaar dat voor de virtuoze woordkunstenaar er in mij schuilt. Jullie weten nog, hè? We stonden hier vorig jaar en het motto was, we hebben het weer te pakken. Nou, met een klein beetje verandering van klemtoon, maakte ik daarvan, we hebben het weer te pakken. Ja, en toen heb ik deze geweldige leutvorst aan een test onderworpen. Onze prins is aan een test onderworpen of dat die vorst bestendig was. En dat was hij. En dat heeft hij ook laten zien het laatste jaar. Ik hoop dat je dat dit jaar weer lukt. Maar ik ga nu iets anders doen. Als woordtovenaar ga ik de toverbal laten veranderen in het toverbal. En daarmee laat ik zien, dames en heren, dat ik met één woordje het geslacht kan veranderen. Ja, dat is voor een chirurg natuurlijk vele malen complexer, maar ik doe dat eventjes met één woord. En dat hoort natuurlijk ook zo. Even kijken. Het is natuurlijk als rechtgeaarde tovenaar natuurlijk heel verleidelijk om van alles te gaan toveren hier. Hè. Ik zou bijvoorbeeld op dit moment ook even met deze mooie stok, ja ja, zullen we het doen? Breda in Oosterhout-Zuid laten veranderen. Yeah. Maar goed, dat ga ik niet doen, want ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om daar de sleutel uit te gaan reiken. Dat doe ik natuurlijk veel liever hier. He, zou ik met de mooie moves, zou ik iemand schadevrij door de midden kunnen zagen? Daar ga ik ook niet aan beginnen, hè? Wordt een bloedbad als ik dat doe. Goed, ik zou ook nog met de knip van mijn vingers duizenden woningen kunnen laten verrijzen voor onze eigen inwoners. Maar jongens, ik moet me geen illusies koesteren. He, als ik zeg, dat ik kan toveren, dan hou ik het gewoon bij het liedje, als ik kon toveren. En meer wordt het niet, want die illusie die heb ik echt niet zelf. Maar goed, gaat het over carnaval, dan gaat het ook over het overhandigen van de sleutel. En als ik de sleutel overhandig, dan doe ik dat natuurlijk niet. Goed, chef, dankjewel. Dan doe ik dat natuurlijk niet. Zonder dat ik de sleutel heb, natuurlijk. En dan, dames en heren, dan wordt het spannend. Minus, ik zou zeggen, kom maar vast naar voren, want dames en heren, kijk goed. De magie. De magie hier bij ons in Kaistein
die komt van alle kanten. En graag wil ik u, voor jullie allen, voor deze komende dagen de sleutel overhandigen. En ik hoop dat ik met het overgeven van deze sleutel, maar ik weet het zeker, dat ik de verantwoordelijkheid aan u geef en dat die daar in goede handen is. Maar één ding wil ik aan de Kaaien Donkers nog kwijt. Gedenk de komende dagen vooral dat carnaval is als een toverbal. Het heeft alle kleuren, maar het is voorbij voordat je er erg in hebt. Heel veel plezier en meer voor elkaar. Dan wordt feest, dat kan niet anders. Eén groot feest. Gaan we die aan u, blijf wel in de buurt, want we hebben hem zo meteen nog even nodig. Is dat goed? Chef, jij bent goed met dingen regelen. Wij zijn niet zo goed bij stem momenteel. Heeft u toevallig wat te drinken? Als we het zweet ons uit de poriën komt, dan weten we, dat is niet omdat we het heel spannend vinden, dat vonden we vorig jaar wel. Maar dat is gewoon omdat het allemaal net even wel lastiger gaat. Wij hebben het een en ander ook opgeschreven en wij hebben geen chef-kok, maar wel een fantastische adjudant. Ja. En geef ons adjudant, want dit is het laatste jaar, voor de mensen die dat nog niet wisten. Geef ons heer adjudant, alsjeblieft een grandioos applaus, want zonder ons adjudant zijn wij helemaal nergens. Zo, dit is hoog. Dat is heel hoog, ja. Zeer hoog, ontzettend hoog. Geachte aanwezigen, meer in het bijzonder. En aangezien we u dus nog steeds niet allemaal persoonlijk kennen, laten we alsjeblieft even horen als u zich aangesproken voelt. Want dat is voor ons wel makkelijk, dat is echt serieus makkelijk. Dan kunnen we u straks gewoon even de hand schudden. Dat doen we dus gelijk opnieuw ook. Geachte aanwezigen, meer in het bijzonder. Ons hoogbiedwaardig gevolg. Ja, die kennen we. Hoogwelgeboren beschermvrouwen Christel Buis Biemans. Ja, daar is ze. Helemaal terug uit Oeteldonk. Fijn dat je er vandaag bij bent, Christel. Hoogedelachtbare burgemeester Mark Buis. Ja, dan hebben we vaak vermoeden waar die verstopt zit. Ja. Edelachtbare heren en... Het werd al voor de voeten weggemaaid. Dames, die hebben we helaas niet. Wethouders daarin en raadsleden, daarvan de dames wel. Hunne voorheen, ontzettend hoogheden van de oud-prinsen van Kaaiendonk. Ja, er zijn er een paar. Excellente ministers. Goed luisteren wat we zeggen. Excellente ministers van staat. Vorig jaar is die weer in ere hersteld. En we hebben er in één keer twee. Waar zijn ze? Waar is onze Joost? Ja, want Joost Cornelissen... Ja, oh, helemaal erachter. Joost Cornelissen heeft vandaag ook de mooie titel minister van staat gekregen. En hij heeft hem verdiend. Absoluut Joost. Ontzettend edele dames en heren. Grootste Kaaien. Ja, kijk. Nou was al meer enthousiasme. Draagsters en dragers van het ontzettend grootste kruis in de huisorde van het geslacht der Minissen. Ja, ook mooi. Draagsters en dragers van het Groot Kruis van de nimmer aflatende Smulnar met respectievelijk de Kietelkaai, de Zwerfkaai, de Vuurkaai en de Klopkaai. Top! Draagsters en dragers van het Groot Kruis van de dartele Smulnar. Draagsters en dragers van de prinselijke onderscheidingen. En speciaal voor onze 12 dragers van de vetleren medaille. Ja, wie zijn er allemaal? Ja, dat weten we nog steeds niet, hè? Nee, maar hij moet ertussen. Draagsters en dragers van de klompjes van Minus. Nieuw dit jaar, draagsters en dragers van de stoffen klompjes van Minus. Daar zijn er heel veel. Speciaal omdat het ook zijn laatste jaar is, meester van het gilde van de Kaaiendonkse boeren. Onze, ja, daar is hij. En dan, belangrijk, want Smulnarren. Ja, zijn jullie er ook? Smulnarren? Ja! Smulnarinnekes? Ja! Snotnarren? Ja! Snotnarinnekes? Ja! Al het andere goede volk? Ja! En Emiel van Rooij? Ja! Hartstikke! Ja!
Hartstikke! Hartstikke! Kijk! Ja, precies op tijd. Ja, ja. Ja. Ja, dus, het lukt aardig. Leut het alle kleuren, zeggen ze dan. Nou, wij hebben de afgelopen week alle kleuren gezien, maar zo leutig was dat niet. Echt niet, dat kunnen we jullie wel vertellen. Paars-bruine wallen waar we bijna over struikelden als we ons bed uitrolden. De slijm waar de confetti in opgelost leek te zitten. Prachtige creaties in de wasbak waar je de mooiste vorm in kon ontdekken. Alsof Lieke, hè? Waar is Lieke? Lieke, onze held van de PRNC-commissie. Ja, alsof Lieke persoonlijk bij ons de Winterpaleis is komen kijken. Die creaties eens goed heeft bestudeerd. En zo inspiratie op heeft gedaan voor Gruntje. De snotlab voor onze snotbaar en snotmarinnekes. Nee, het was geen pretje in ons Winterpaleis de afgelopen dagen. Maar, gelukkig, we staan hier dan. En we kunnen niet anders zeggen dan dat het absoluut een genot is om hier te mogen staan. Want, en we hebben hem net al even laten zien en we hebben hem net al even getoond. Maar dat gaan we nog een keer doen. Hier draait het om, hè. We hebben hem en dat betekent 4 dagen feest, 4 dagen leut, 4 dagen, zoals voorganger dat zo mooi zei, de boeren aan de macht. Hier. En er nog 2. Af en toe je rust nemen, hebben ze gezegd. Dat doen we dan ook. Smulner en Smulnerinnekes, we weten wat dat betekent nu, hè? De basvlag die wappert weer trots in onze Sint-Jan. En niet alleen Hulde Sint-Jan kleurt rood. Maar we hoorden vanochtend van onze pastoor dat zelfs de pastorie prachtig in het rood-groen is gezet. Daar gaan we vandaag allemaal zelf aanschouwen, want dat is ons tot nu toe nog niet gelukt. En daarmee kleurt heel de stad rood-groen. Oosterhout is weer kaaiendonk. De mooiste en leutigste tijd van het jaar is begonnen. Ja, ja, dat mag voor een applaudisseerd worden. Ja, dat mag best. Ja. Christel, dat betekent dat jullie best wel af en toe gewoon lekker even stiekem naar Oeteldonk kunnen. Wij nemen het hier wel waar. Dat komt helemaal goed. Gewoon even een taxi in en weer. Wij nemen dat helemaal voor jullie over. Geen probleem, geen stress. Leut et alle kleuren dus. Een prachtig motto voor een carnaval voor iedereen. Een, zoals dat tegenwoordig zo populair heet, inclusief carnaval. En dan begeven we ons natuurlijk direct op glad ijs met ons. Inclusief. Want we leven, en dat mogen we best wel een beetje zeggen, in stormachtige tijden. Er is veel onrust in de wereld, zeker ook in Nederland. Het zijn tijden waarin polarisatie overal aanwezig is. Of wat te denken, niet eens van polarisatie, maar gewoon boosheid, frustratie, alle andere vormen van negativiteit. En dorst, zeker. Immers dorst. Ja. Misschien zou het al een klein beetje helpen als ze het in Den Haag, niet Wilders, maar juist eens wat kalmer aan zouden doen de komende tijd. Het zijn tijden waarin je zo gecanceld wordt. Dat is ook al zo'n woord van nu, hè? Als je even niet oplet. Tijden waarin we dus echt moeten uitkijken met wat we zeggen. Want wij riepen net, boeren aan de macht. Als je niet uitkijkt, dan zijn er direct hele volksstammen met de riek in de hand onderweg naar het Malieveld of naar het provinciehuis om daar de boel te bezetten. Nee, dat bedoelen we dus precies niet. Wij willen gewoon een fijn feestje met gelijkgestemden vieren. Vanuit de eigen onderbuik invulling geven aan woord of geschrift is nou eenmaal veel makkelijker dan, en dan komt hij een beetje, zonder oordeel luisteren om te begrijpen. En vanuit daar is samen het gesprek aan te gaan. Als we dat nou eens wat meer zouden proberen, hè, beste Smulnarren, zonder vooroordeel, proberen te luisteren. Niet om te reageren, maar om te begrijpen. Dan zal je zien dat het hier heel wat leutiger wordt. Kijk maar naar een chef. Die probeert echt niet te reageren. Die luistert gewoon en die begrijpt wat wij nodig hebben. Nou, dan regelt een nieuwe fles.
Want laten we eerlijk zijn, het leven is toch veel te divers en veel te kleurrijk om enkel in zwart-wit te denken. Nu moeten we toegeven dat we daar in Brabant redelijk bedreven in zijn. Wij kunnen best goed relativeren. Nou ja, de meeste van ons dan. Sommige mensen zijn af en toe wel boos, hè Casper? Of Emiel, hè? Maar dat komt allemaal, dat komt allemaal. Drinken we samen schrobbelerken op en dan komt dat helemaal goed. Maar het merendeel van de Brabanders is over het algemeen heel rustig. Sterker nog, soms slaan we daar een beetje in door, in dat rustig zijn. En dan de uitzicht op de volgende manier. Want wij hebben over het algemeen een gruwelijke hekel aan op tijd komen. Wij komen graag overal te laat. Ja, dan kunnen jullie denken, wij niet. Ja, zeker wel. Maar jullie kennen allemaal Brabants kwartiertje. Hè? Ben je thuis te laat vertrokken? Nee, Brabants kwartiertje telt niet. Ja, zo werkt het dus niet helemaal. Maar zo werkt dat hier wel. Wij maken ons niet druk. Wij doen het rustig aan. Alles op het gemakje. Heerlijk. Maar hoe komt het nou dat wij hier allemaal zo relaxed zijn? Ja, dat vragen wij. Er stond een vraagteken achter. Ja, we hebben ook niks aan hier, hè. Nou, gelukkig hebben wij tijdens carnaval wel druk. Maar de rest van het jaar hebben we gereed te doen. Dus we hebben de tijd gehad om daar eens even op het gemakst over na te denken. Laten we die tijd, die mooie periode tussen carnaval en carnaval, eens gebruiken om daar goed te onderzoeken. Wisten jullie trouwens dat dat best een fijne periode is, zo tussen carnaval en carnaval? Dat is een periode die alle rust en ruimte geeft om heerlijk rustig na te denken met een grote glimlach thuis met een schommelerken op de bank en te genieten van al het moois dat we hebben mogen ervaren. En tegelijkertijd biedt die periode rust en ruimte om met een grote glimlach na te denken over al het moois waar komen gaat. Hé, hey, fantastisch toch? Leuk, vriendschap, samenhorigheid, verbondenheid. Door er alleen al aan te denken, komen die warme gevoelens weer helemaal bij ons boven. Ja. En het mooie is, het kost geen ene stapbom. Dat is hoe ons brein werkt. We kunnen onszelf zonder problemen continu voor de gek houden. We dwalen af, dat merken we, sorry. Hoe zit dat nou? Daar waren we mee bezig, hè? Dat wij hier zo relaxed zijn in Brabant. En toen, ineens, vanuit het niets, toen hadden we het. Toen wisten we het. Dat moest het zijn. Het zit niet per se in ons DNA, ook wel een beetje, maar het zit vooral in ons dialect. Al die tijd lag het op het puntje van onze tong. Wij zijn gewoon een stelletje boeddhisten hier ook. Want wij zijn niet, wij zen. En dat zen zijn, dat maakt nou net dat wij hier alles niet zo serieus nemen. En daarom werkt carnaval hier ook zo goed. Het is het feest der omkering, het is een vette knipoog naar alles en iedereen, een schuine grap af en toe, het mag allemaal. Dat is totaal geen probleem, we vinden het allemaal prachtig. Daar moet je trouwens wel een klein beetje incasseringsvermogen voor hebben ook. Om dat allemaal goed aan te kunnen. Een soort van buffer, noemen ze dat ook wel eens. Bij 14 is die hier ergens. Onze voorheen ontzettend hoogheid, minus 14. Nee. Is die er wel? Kijk. Oh, ja, helemaal verstopt. Ja, zover kunnen we die kant nog niet op kijken. Maar dat weten we voor straks, dat is fijn. Nee, bij 14, die buffer, dat regelden ze door ze bij extra voering in zijn pak te stoppen. Ja, bij ons noemen ze die buffer gewoon Bourgondisch. Hè? Dat is toch anders? Of, maar die is wel ingewikkelder, te klein. Ja. Ze zeggen wel eens, als ze het over carnaval hebben, niet eens alleen over carnaval trouwens, je hoeft geen Picasso te zijn om het leven meer kleur te geven. Maar hoe mooi is het dat we met carnaval ervoor kunnen kiezen om Picasso te zijn. En dat er dan niemand is die denkt, zo, die moet nodig opgenomen worden. Heerlijk is dat toch? Dat we samen kunnen genieten met z'n allen van een biertje. En mocht het iemand lukken om nou precies in jouw biertje te veel confetti te gooien, dan wordt die ander niet gelijk gecanceld. Nee joh, tuurlijk niet, ben je gek.
We lachen erom, we slaan een arm om elkaars schouder, niet op elkaars gezicht, maar gewoon gezellig. Ja, en we denken er anders over, want laten we het eerlijk zijn. Eindelijk hebben we die goede stevige schuimkraag te pakken waar we gewoon al dagen naar op zoek zijn. Zo werkt dat hier. Het gaat er vaak niet om, lieve smulmaren, wat er gebeurt. Het gaat erom hoe we daarmee omgaan. Boos of juist met een grote lach. De keuze is niet aan de ander, die is aan onszelf. Vandaag ben ik een eenhoorn, morgen misschien een draak. Dat is een keuze. Niemand mag daar verder iets van vinden, wij bepalen dat. Heerlijk toch? Zo kunnen denken, als een klein kind. Weer terug, spelen, onbegrensd denken en doen. Scheid aan hokjes of verwachtingen. Zullen we daarmee stoppen? Ja, hè? Niet meer in labels denken. Nou ja, de enige labels waar we... Zullen we dat afspreken met z'n allen? De enige labels waar we nog aan kunnen denken vandaag of de komende dagen... zijn de labels die jullie allemaal vergeten uit de nieuwe pakjes te knippen zijn... omdat jullie hopen dat ze nog geretoneerd kunnen worden. Maar verder gaan we niemand meer in labels stoppen. Kleur toevoegen, dat maakt het leven mooi. Het creëert herinneringen. Het maakt trots. Het verbindt. En het zorgt voor een grote... glimlach. Als we dat allemaal zo eens opzommen, wat kunnen we Kaaiendonk, Brabant en misschien zelfs wel Nederland en de gehele wereld een beetje meer carnaval in de periode tussen carnaval en carnaval. Zo, ja. En dan wordt het toch onderhand wel eens tijd om die bar weer open te gooien, of niet? Nee? Oh, nog niet? God, nee. Oh ja, oh, ja. Scherp, wacht. Nee, sorry, helemaal vergeten. Ja. Wij moeten onze excuses nog aanbieden. Wij hebben jullie laten wachten net. Sorry. Wij waren wel later. En dat heeft niks te maken met onze staat van zijn momenteel. Nee, jullie begrijpen inmiddels. Wij hebben gewoon een hekel aan op tijd komen. Ja, dus nee, deze niet, deze niet. Wij waren ergens anders. Wij waren al, dan kijken we gelijk even, ja, onze perkamenten aan. Wij waren al op het nieuwe gemeentehuis. Wij waren in Arenshof. Maar dat was een beetje een kale bedoeling daar. Dat is nog niet helemaal... Wij dachten, dat wordt hier wat krapper, dat wordt hier allemaal wat nauwer. Dat kan daar wel, daar hebben we ook gewoon een normale entree. Dat hoeft niet, onze raad hoeft allemaal moeilijk te doen met die draagstoel. Dat kan gewoon recht naar binnen, zonder problemen. Maar dat is nog niet. Hoe komt dat nou? Dat is een verschil tussen hoe wij dingen regelen en hoe u, maar ja, jullie hier vooral af en toe dingen regelen, hè. Want als jullie iets regelen, dan pakken jullie dan een mooi plan. Dat mag of moet in het kader van inclusiviteit met iedereen gedeeld worden. Iedereen moet daar iets van vinden. Dan gaat er nog een commissie overheen. En wellicht iemand die het doorrekent of niet. En dan mogen onze wethouders er nog een plasje over doen. En dan hebben we het, hè. Dan gaat de goede kant op. En dan gaan we het doen. Of niet. Nee, dan is er geen stem, geen Oostrout nieuws, geen Joostrouter die er nog meer een dof over zegt. En dat eindigt ergens in een la of weet ik veel waar jullie het allemaal verstoppen. Ja, heel jammer. Zo werkt dat niet, hè? Nee, want als wij iets doen, dan doen we dat anders. Dus als jullie nou in de leer gaan bij ons, want wij stonden hier vorig jaar. Met onze paplepel. Dat was het enige wat we hadden. Een vaag idee, maar eigenlijk geen idee. En als je kijkt wat er dit jaar allemaal gerealiseerd is. Gewoon door te doen. Stap voor stap eraan te beginnen. En een groep mensen met veel energie daar iets moois van laten maken. Als je dan kijkt, hè, wat we allemaal gedaan hebben. Vanuit puur dat symbool. Wat staat, een stukje hout is eigenlijk, meer is het eigenlijk niet. Maar wat symbool staat... voor het Bourgondische carnaval wat we hier hebben en voor het doorgeven van tradities. Die paplepel,
Waar heeft hij toe geleid? Dat dit jaar alle snotmar en snotmarinnen op alle basisscholen in Kaaiendonk en de kerkdorpen 5 dagen hebben mogen genieten van K in de klas. Ja. 5 dagen hebben mogen genieten van elke dag 10 minuten, kwartiertje film, leut over carnaval in Kaaiendonk. Ze hebben geleerd over de zin van de onzin. En dat het vooral leuk is om mee te doen. Zeker ook als je het nog niet zo goed kent. En leidt dat dan ergens toe? Ja, zeker leidt dat direct ergens toe. We zijn van afgelopen donderdag hadden we al 50% meer inschrijvingen voor de kinderkopjesoptocht dan dat we vorig jaar überhaupt aan deelnemers hadden in totaal. Ja, dat is heel mooi, dat is trots. Daar zijn we heel erg blij mee. En we hebben meer gedaan en dan gaan we hier af en toe jou een beetje ook aankijken, Thomas. Maar je hebt er godgruwelijk veel tijd in gestopt. De mottes kijken, die alle, hè, onze kiekerikie voor de jeugd, die alle kinderen hebben ontvangen. Het snotmarrenlied, Gruntje, veel prominentere plek in het snotmarrencarnaval. En aankomende dinsdag, ja, je mag gewoon lekker janken, jongen. Ja, wij zijn zo trots met jou, of trots op jou en blij met jou. Uiteraard. Aankomende dinsdag voor het eerst een groentjesknalfuif als groot afscheidsfeest van Kaaiken. Ja, daar zijn we heel trots op. En daar zijn we jou en alle andere vrijwilligers heel erg dankbaar voor. Heren wethouders, zo regel je iets. Ja, dat mag ja. En er staat er nog een die af en toe iets regelt. Inmiddels weten we wel waar die staat. Want dan kijken we ook even uw kant op, 14. Ja. Want dat kwam ook afgelopen week, hè? En dan gaan we, daarna gaan we echt weer die bar openen. U had ook een plan. En wij quoten: carnaval toegankelijker maken voor iedereen. Mee behoud van alle lokale diversiteit. Door het culturele aspect van het feest te benadrukken. Afgelopen 2 februari was het dan zover. De eerste, of nou niet de eerste stap, maar wel een heel belangrijke stap. Na 7 jaar aan voorbereiding van het Groot Gevolg en heel veel andere vrijwilligers, is carnaval in Nederland opgenomen in het netwerk Immaterieel Erfgoed in Nederland. Ja, ja, vriend, ontzettend gefeliciteerd met deze belangrijke stap. Geniet er nu van, maar spaar wel een beetje energie. Ik heb nog een flinke weg te gaan en dat weet u ook wel. Maar voor nu alleen maar heel veel eer die kant op. Ja. Dus, als u belooft dat u de komende jaren hier alles in goede banen leidt, dan zullen wij beloven dat we wederom plechtig op deze hele mooie stad Kaaiendonk zullen passen de komende dagen. Waar kijken wij ernaar uit om samen leuk te hebben. Om er een geweldig feest van te maken en te spelen tot we niet meer kunnen. Omdat morgen en maandag en dinsdag weer dunnetjes of heel dik over te doen. Om kleur te geven aan onze gezichten, Kaaiendonk en daarmee aan het leven. Wij kunnen dat samen. Daar hebben we ons allemaal voor nodig. Maar laten we niet vergeten, leut het alle kleuren. En bij deze, genoeg gehoord. Wij hebben hem. Gooi die bar maar open. Vaak zeggen mensen dat ze iets leuks te vertellen hebben. En dan geef je ze zendtijd en dan gaat het helemaal. Komt er niks uit. Nou, vertel. Nou, ik was hier. Ik denk, ik ga hier een gezellig middag mee maken. Godverdomme, lang praten, jongen. Praten en praten. Ja, dat gezever, dat kan ik niet hebben. Dat is echt. Dan kan ik beter grappen maken over kritisch grappen maken over wat er hier gebeurt. Ja. Dan dat je een beetje aan het oude hoeren bent om de wereld beter te maken. Maar dat gaat niet lukken met carnaval. Met andere woorden, doe er aan. Doe er aan. Tom, ik ken jou. Doe er aan. Nou ja, dat is lachen. Nou word je gevarieerd voor de rest van de carnaval, denk ik. Ja, maakt niet uit. Maar ik ken hem. Ik ken hem. En ik denk dat ik wel volgend jaar, zeg maar, ga ik hem inspireren, zeg maar, om toch wat kritischer te zijn op wat hier gebeurt. Ja. Dat is leuker. Dan kan iedereen lachen. Houd kort. Houd grappig. Ja. Beetje sarcastisch. Ik ken Mark Buijs ook wel een beetje aan wennen zo, hè. Ja.
beetje incasseren, ook leuk. Ook leuk. Ja. Ik hoop dat het niet uitgezonden wordt. Mama, sorry, maar het gaat gebeuren, denk ik. Later. Ja, was dit het? Was mijn... Ja? Voor een kort zat. Ik heb best lang gepraat. Jemig jongens, wat duurt dat allemaal lang? Leuk zo'n sleuteloverdracht, maar geef dat ding gewoon in die hand en zet gewoon die bar weer open, die tap. Oké, okay, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, we gaan natuurlijk naar de intocht op de markt. Je geniet in ons Keiendorp van de lol en de gei. Vastenavond in Keiendorp, geen plaats voor chagrij. Samen feesten in Keiendorp, een Keiend nooit alleen. Is het koud zonder neus, ben je vlug, ben je teus. Een Kei heeft altijd leuk. Een prachtig thuis, ons Keiendorp. 4 dagen lang voelen wij die ene vorm. Zijn eens gezind en in ons as. Carnaval, dat past ons als een... Ik geef vandaag, of de hele carnaval, kleurrijke knuffels weg. En hoe doen we dat? Wie wilde van mij een kleurrijke knuffel? Oké, komt ie. Hoppatee, jij een knuffel. Alsjeblieft, jullie allemaal een mooie kleurrijke knuffel. Ja, hier ook eentje. Jij een knuffeltje van mij. Alsjeblieft. Wie wil er nog... Oh, u... Yay! Nou, kom maar. Krijg je van mij... Kom maar. Alsjeblieft. Wie heb ik nog gemist? Wil jij ook een knuffel? Nee. Jij wel. Ook niet. Nou, deze kant is niet zo van het knuffelen. Wie heb ik nog gemist? Wie wil er een knuffel? Kom maar, schat. Een Jan is hier. Jij ook. Een Ine is daar. Jij. Met zijn gevoel raakt hij weer de juiste snaar. De Sint-Jan slaat zijn grote klok. Daar wil jij er nog eentje? Aan de andere kant. Groot lijn. Ons Keiendorp, knuffeltje van mij, je wil er ook nog één. Ja, ik geef ze gratis weg. We maken thuis allemaal. Ja, gewoon nog een rondje. Jij ook. Jij ook. Nou, vooruit. Nou, dat gaat lekker. Allemaal een knuffel. Wil nu ook een knuffel van mij? Ja? Alsjeblieft. Jij ook. Ik geef ze weg, niet nog meer een knuffel. Ja, kom maar. Ja, de kans onder neus. Prima. Een Kei heeft altijd leuk. Alsjeblieft. Ga niet naar Rio. Daar is je neer. Nee? En op Venetië is niks. Niet. Ook niet naar Maastricht. Blijf waar je hart ligt. Daar is toch in ons Keiendorp. Je geniet in ons Keiendorp van de lol en de gein. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying.
Op deze manier. En wat is het fantastisch om jullie hier allemaal te zien. Wat is een bijzonder momentje, hè? We hebben hem! Oosterhout is weer Kaaiendonk. En dat betekent 4 dagen leut. 4 dagen plezier. 4 dagen kleur. En vooral 4 dagen genieten met z'n allen van wat er allemaal komen gaat. Vanuit de space bekeken, een Kaaiendonk vanuit de luchtballon. Een Kaaiendonk, het mooist van alle streken. Een Kaaiendonk, van hier tot aan de zon. In Kaaiendonk, daar gaat de hutte leven. Ja, Kaaiendonk, achter bekijkt het maar. Bijstraat, want ik had toch zonnedorst. Op zoek naar een bak koffie om een lekkere warme worst. Ik kreeg voor vroes geen kano's, maar een lekker plakkie keur. Ik keek eens op een schoteltje en witte wat toen bleef. Ik staai voor jou in lichte laaien. Kaaiendonk, Kalaar. Bij carnaval tussen de kaaien. Feast and all.